Op nummer 137 in de Paradijslaan in het Rotterdamse Krooswijk werd op 15 oktober 1943 Robbie Jacobs geboren. Hij kreeg het voetbal met de paplepel ingegoten en hij debuteerde op 19-jarige leeftijd al in het eerste van Feyenoord. 3 jaar later vormt hij met Van Hanegem en Radovic een gevaarlijk trio bij het Rotterdamse Xerxes. Nu, 48 jaar na zijn geboorte, is hij trainer van Sparta. Samen met Vitesse, lijstaanvoerder van de Eredivisie. Ik kwam uit een bezeten voetbalfamilie. Mijn vader die zelf speelde, mijn broer Peter die voetbalde. En in een later stadium ook mijn broer John. Maar mijn broer Peter die een jaar met mij scheelde, ja, we trokken dus samen. Nou, wij gingen altijd naar school samen en dan hadden we een bal bij ons. En dan probeerden we die bal hoog te houden. Dan liepen we door de Paradijslaan en dan kwamen we zo in de Russelvlaan uit. Dat was een beetje een Haakse weg. Maar en dan probeerden we steeds, iedere dag weer, om zo lang mogelijk die bal hoog te houden. Totdat we op een gegeven moment gewoon en de Paradijslaan en de Russelvlaan, zonder dat het balletje op de grond kwam. Als ik het kan inschatten op een heel seizoen, dan moeten we gewoon reëel zijn. Dan moet ik zeggen, als Sparta dit jaar rond de 6e plaats kan spelen, dan denk ik dat we een heel goed seizoen hebben. En dan zal blijken aan het einde van de competitie hoeveel kracht en hoeveel we nog over hebben. Vooral de jonge ploeg, hoeveel we over hebben om misschien nog ergens voor mee te doen. Maar dat is iets waar ik nu eigenlijk niet aan denk. We bekijken het gewoon per wedstrijd. En dan verwacht ik dat we gewoon een hele tijd goed mee kunnen draaien. Je blijft verstoken van blessures en dergelijke, wat een invloed heeft. En dan denk ik dat we toch een eind mee kunnen draaien. Midden in Krooswijk staat de Talma-school. In de jaren na de Tweede Wereldoorlog werd daar al snel duidelijk dat het jongetje Jacobs naast het voetbal ook nog een ander talent bezat. Het was nogmaals een heel lief jongetje. Op de Talma-school was het gewoon dat ik een 10 had voor psalmversies zingen. Dus dat is was een christelijke school. En daar had ik een 10 voor. Dat deed ik gewoon. En ik zag er altijd. Ik was een heel keurig mannetje. Vroeger. Heel keurig. Nu ook, maar iets ander keurig. Maar toen was ik een heel keurig ventje. Zij zei, heb je dat lieve ventje weer? Een heleboel vonden mij heel lief. Ja, vond mij heel lief. Maar ik herinner me dus een psalmversje. Er ruist langs de wolken. Dat heb ik nooit meer vergeten. Wat ik in als kind weer terugzie in de trainer Jacobs, is het feit dat ik hou van eerlijkheid en ik hou van recht door zee. Mensen die, wat ik al zei, wij moesten altijd knokken. En ik wil dat ook spelers die nu bij mij in het elftal staan, dat die ook knokken in een positieve zin. En dat kan ik, vind ik toch wel weer terug ook bij Sparta. Jonge jongens waarvan ik zie dat het grote talenten zijn. Die probeer ik toch ervan te laten doordringen dat ze moeten echt voor iedere wedstrijd en iedere bal moeten knokken. En dat de enige manier is om bij te blijven in het huidige voetbal. Hij kreeg menige draai om zijn oren als hij na schooltijd te lang had doorgevoetbald op het veldje met de toepasselijke naam Schuttersveld. En dan na schooltijd werd er niet naar huis gegaan, dan werden weer de partijen gespeeld. En dan kreeg je weer klappen als je thuis kwam, maar dan kwam je te laat thuis, hè. Dan kreeg je weer duim, jongen. Maar we deden het de volgende dag toch weer. Er werd gepoot, zo heet dat. En dan werden er gewoon keistenen neergelegd, dat was de goal. En dat waren toen ook al kleine goaltjes natuurlijk. En dan werd er Nederland-België nagebootst. Ik was altijd Vaas Wilkes, omdat het een idool voor mij was. Daar was ik waanzinnig van. Vrolt het hele voetballegioen. We willen een goal. Zijn de doelpunten die het hem doen. We willen een goal.
zijn de doelpunten die het hem doen. Ik wil met Sparta, dat heb ik duidelijk gesteld in de voorbereiding. Met heel veel beweging voorin, met mensen die in het elftal, en die heb ik dan Michel Valken bijvoorbeeld, die leiding kunnen geven aan dat geheel, aan vooral de jonge spelers. Van achteruit een belangrijke man bij mij, Veldman, die veel moet inschuiven. En dan iedereen weten wat hij moet doen, bij balverlies, bij balbezit. En ja, dat gaat niet altijd elke wedstrijd, maar in grote lijnen loopt het zoals ik het graag wil zien, ja. Het waren spannende uren als Dick van Rijn verslag deed van een wedstrijd van het Nederlands elftal. Samen met broer Peter luisterde Robbie aandachtig naar de verrichtingen van zijn idool Vaas Wilkes. We zaten aan de radio, hè. Dat was zo'n klein dingetje, zo'n radiootje, aan de muur waar je 4 kanaaltjes op had. En dan zaten we toen met de hele familie naar Nederland-België te luisteren. En, en daar leefde je voor, hè. Wel, in deze tweede helft is ook van zeer behoorlijke kwaliteit. Goede combinatie daar van Cartier en Lentstra met Klaasens. Dan gaat Lentstra weer door. Wilkes meteen door. Kant! Schot Wilkes door! Ja, mijn idool was dus 14 jaar geleden en eigenlijk nu nog steeds Vaas Wilkes. Een fantastische speler. En wat ik nu ja, als carrière zou willen is toch nog eens een keer weer naar het buitenland en bij een goede organisatie werken. En dat is denk ik mijn ideaal, om toch nog een keer weer naar het buitenland te gaan. Dat is mij zeker bevallen. Het gravel van Krooswijk heeft plaatsgemaakt voor het gras van Spangen. Nu, ruim 40 jaar later, is Jacobs nog steeds niet van het veld te krijgen. Ja jongens, even sorry, maar ik ben even bezig met een brief voor de KNVB. Ik moet me verweren omdat ik door de heer Uilenberg naar de tribune ben verwezen. En vandaar dat ik even die brief aan het schrijven ben. Die moet ik echt even afmaken.